Hoi, ik ben Annette. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik iets nieuws voor jullie. Namelijk dat ik van een bepaald merk, maar deze is het HEMA, een volledige look probeer te maken voor zo min mogelijk geld. De reden dat ik de HEMA heb gekozen is omdat ik al heel veel reacties heb gehad van jullie, waarbij jullie wilden zien dat ik HEMA producten ging testen. Ik heb hier een tas vol met HEMA producten. Hierbij wil ik het een serie op mijn kanaal maken. De reden dat ik deze serie wil beginnen is omdat ik eigenlijk gewoon voor zo min mogelijk geld wil proberen om een mooie look te maken. Als je bijvoorbeeld net een student bent als ik, die gewoon niet heel erg veel geld heeft, maar er wel gewoon lekker veert uit wil zien. Hierbij kan ik je dan hopelijk helpen. Dus in deze video laat ik natuurlijk uiteraard ook mening weten over deze producten die ik ga testen vandaag. En hierbij heb ik een challenge voor jullie. Ik wil namelijk dat jij hier beneden in de comments een merk achterlaat waarbij jij graag wil die ik test. Met daarbij een prijs die ik mag uitgeven. En degene die de meeste duimpjes omhoog krijgt, die ga ik de volgende keer doen. Dus het wordt echt een challenge voor mij. Hou er wel even rekening mee dat het echt een volledige look wordt. Dus hou het een beetje realistisch qua zeg maar prijs en merk. En dan ga ik volgende keer die challenge aan. Oké, genoeg gepraat. Laten we snel beginnen. Totaal heb ik €35,75 uitgegeven aan producten van de HEMA. Mijn doel was eigenlijk om er voor €20 te shoppen, maar dat was echt zeg maar niet mogelijk als ik een volledige look wilde maken. Ik heb hier alle producten liggen, dus laten we gewoon snel beginnen met het eerste product. Het eerste product waar ik mee ga beginnen is natuurlijk foundation. Deze was €3,25. Het is de allergoedkoopste foundation die ik daar heb kunnen vinden in kleur 1. Ik heb toevallig al ervaring met deze foundation. En zoals je een beetje kan zien, is dat deze foundation heel vloeibaar is somehow. Ik kan het niet echt uitleggen, maar zeg maar als je het ook op je vinger doet, dan glijdt het al heel snel van je vinger af. Ja, toen ik deze foundation al een keer eerder heb geprobeerd, vond ik dat niet heel erg prettig. En daarnaast kan ik me herinneren dat hij ook niet heel erg dekkend is. Maar goed, ik ga het gewoon nog een keer proberen. We geven hem gewoon nog een kans. Ik breng het aan met mijn beauty blender. Hij is zo te zien een beetje roze. Hij heeft een redelijke roze ondertoon. En nou heb ik toevallig net een gele ondertoon. Dus het is niet helemaal mijn kleur. Ik word er zelfs nog iets lichter van dan dat ik wil. Heb ik eindelijk een beetje een summer tan voor mijn doen. Haal ik het weer helemaal weg met foundation. Dekking is ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik vind hem in ieder geval niet heel bijzonder. En ik heb het idee dat ik echt heel wit ben. Of ligt dat echt aan mij? Of ligt dat gewoon aan de camera? Volgens mij lijk ik op de camera nog witter dan wat ik nu echt ben. I don't know. Mixed feelings. Dan gaan we verder met de cover stick. Dit is de concealer. Dit was ook de allergoedkoopste die ze hadden. Deze is €3. Hij zit nog helemaal in de verpakking, dus dan moet ik hem eventjes uithalen. Ik had zo'n hekel aan al die folie dingetjes en zo om make-up producten heen. I mean, I get it, weet je wel, maar ik heb er geen geduld voor. Oh, heb ik hem open? Ja, ja. Ach, nou, hij is eindelijk open, maar god, mocht even duren. Dit is hoe hij eruit ziet. Het is gewoon zo'n stick in kleur 1. Oeh, ik vind hem heel geel. Zien jullie dat? Ja, voor jullie lijkt het allemaal redelijk licht. Hij is wel lekker creamy, dat wel. Hij smeert wel echt goed uit. De postbode loopt net langs en die denkt volgens mij echt, wat de fuck is die mij nou weer aan het doen? Met haar gekke concealer op haar gezicht. Nou, het aanbrengen ging in principe eigenlijk helemaal goed. Hij is gewoon lekker creamy, dus dat is chill. Nu het uitblenden nog. Nou, op zich gaat het blenden ervan ook wel oké. Dekking is eigenlijk ook best wel goed. Ik vind hem niet dat ik echt denk, wow. Ik heb zeg maar betere concealers geprobeerd. Ik vind hem wel redelijk subtiel. Ik hou vaak meer nog van iets meer concealer. Iets meer dekking. Maar als ik het zo zie, ben ik zeker niet ontevreden. Dan ga ik verder met deze Finishing Loose Powder. Ik heb nummer 41. Dat was de allerlichtste kleur. Ze hadden uit volgens mij 3 of 4 kleuren, zoiets. Ik ga gewoon even wat in het dekseltje doen. Nou, zo te zien is hij wel echt lekker goed mat. Dat is wel echt heel chill. Echt heel mat zelfs. Wauw. Ik zie echt dat ik zeg maar weinig nodig heb om alles echt goed mat te maken. Dus dat is echt zeker een voordeel. Het ziet er gewoon goed uit. Nou, hier ben ik zeker ook echt wel
tevreden over. Dan gaan we verder met de wenkbrauwen. En toevallig heb ik hiervoor een potlood die ik al jaren gebruik voor mijn wenkbrauwen. Sinds 2012 doe ik zeg maar mijn wenkbrauwen, die kleur ik dan in. En ik ben eigenlijk altijd begonnen met een HEMA-potlood en ben er ook nooit meer van afgestapt. Ik vind de HEMA-potloden gewoon super, super fijn. Ze zijn 2 euro. Dit is eigenlijk het enige HEMA-product die ik van de HEMA heb, die ik echt zeg maar dagelijks gebruik. Over de wenkbrauwpotloden ben ik echt heel erg te spreken van de HEMA. Dat is echt, ja, als je gewoon echt een goedkoop potlood zoekt die gewoon goede kwaliteit heeft, dan kan ik die zeker aanraden. Oké, dan gaan we verder met de oogschaduw. Ze hadden behoorlijk veel keuze. Maar echt de allergoedkoopste waar je daadwerkelijk ook een beetje een look mee kan maken was deze. Die was 3,50. Zoals je ziet is deze kleur kapot. Ze waren allemaal kapot van deze kleur. Ze hadden van deze paletjes best wel veel kleuren, maar eigenlijk weinig van ik echt dacht, nou, weet je wel, die wil ik. Daar wil ik gebruik van maken. Dus I don't know, of mensen hebben er echt te bieden dingen mee gedaan. Of het is gewoon oprecht een paletje die gewoon snel kapot gaat. I don't know. Maar ik vond deze kleuren echt het allermooiste. Dus deze ga ik dan nu ook opdoen. Wel een beetje voorzichtig doen. Niet dat alles hier opeens op mijn bed valt. Ik heb overigens al oogschaduwbasis opgedaan van Essence. Die ik altijd gebruik. Yes, mooie kleur. Like it. Dan ga ik verder met de donkere kleur. En dat is altijd nog een beetje spannend. Want die moet vaak wel een beetje goed dekkend zijn. Wil je er echt een mooie look uit krijgen. Nou, eigenlijk ook niet verkeerd, nu ik het zo zie. Het enige waar ik gewoon echt van baal, is die kleur die kapot is. Dus ik ga die denk ik gewoon nog even in de vriezer leggen. Want ik merk wel dat ik dit echt wel hele fijne oogschaduw vind. Waarvan ik hem denk ik echt nog wel vaker wil gaan gebruiken. Maar dat is natuurlijk wel handig als de oogschaduw gewoon heel is. Want dit werkt natuurlijk wel een stukje minder prettig. Ja, heel mooi. Gewoon subtiel, niet te fel, too much, I don't know, hoe zeg je dat? Ik vind hem goed. Dan gaan we verder met de eyeliner. Ik heb gewoon een simpele eyeliner stift gekocht. Ze hadden trouwens best wel veel eyeliner. Ze hadden ook waterproof eyeliner. Ze hadden ook hele, zeg maar, van die dikke stiften. En ze hadden ook nog van die oogpotlood eyeliner dingen. Die waren goedkoper dan deze, maar persoonlijk kan ik daar echt niet mee werken. Vooral niet als ik een wing wil maken. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. En deze was 3,50. Hij is redelijk dik. Zien jullie dat? Ik merk wel dat ik het redelijk moeilijk vind om echt een hele dunne lijn te tekenen. Maar hij is wel echt heel goed zwart. Dus dat is wel echt een pluspunt. Oké, de eyeliner zit erop. Ik moet je zeggen, eigenlijk nu ik hem zo helemaal heb gebruikt, vind ik hem toch wel heel erg fijn. Hij vlekt ook echt totaal niet. Dus ik moet je zeggen, voor het geld vind ik het hem zeker waard. Dan ga ik verder met de mascara. Ze hebben ook echt behoorlijk veel mascara's bij de HEMA. Ik heb de mascara Lengthy Lashes. Dus het is echt speciaal voor lengte van je wimpers. Qua prijs verschilt het allemaal niet zo heel erg veel. Je had ook waterproof mascara en volume mascara. Nou ben ik persoonlijk helemaal niet van waterproof. Dus vandaar dat ik voor deze ben gegaan. Oké, let's give it a try. Nou, ik zie nog geen klontjes. Dus dat is al een goed teken. Dit is hoe ze er nu uitzien. Aanbrengen is echt heel prettig. Geen klontjes, geen vlekken. Gaat allemaal goed. Ik mis alleen wel een beetje de volume in mijn wimpers. Dus vandaar dat het ook waarschijnlijk gewoon lengte mascara heet. Makes sense. Ik vind mijn wimpers wel gewoon mooi. En vooral het aanbrengen is die echt super chill. Dan heb ik de Lip & Cheek Tint. En dit is dus een product voor je lippen en voor je wangen. De reden dat ik hiervoor ben gegaan, normaal ben ik hier nooit heel erg van, is omdat dit natuurlijk een stuk goedkoper is. Je kan natuurlijk ook een lipstick en een blush apart kopen, maar dan ben je veel meer geld kwijt. Dit potje is namelijk 4 euro en een blush alleen al daar is rond de 4 euro en de lipstick ook. Dus dit is gewoon een stuk goedkoper. Ik ben voor de kleur 2 gegaan. Hele mooie zachte roze kleur. Kleur, horen jullie dat? Oh. Dus ik ga deze nu op mijn wangen aanbrengen. Ik doe dat gewoon met mijn vinger. Het is dus echt een soort van balm. En voor mijn lippen vind ik dat vaak fijn. Voor mijn wangen ietsje minder. Maar goed, we gaan het zien. Nou, je hebt zo te zien niet veel nodig om echt een goede kleur op je wangen te krijgen. Damn. Ik heb een beetje veel aangebracht. Oepsie. Hij plakt helemaal niet. Dat had ik echt niet verwacht. Want normaal heb je dat dus vaak met dit soort producten. En daarom hou ik er niet zo van. Maar deze is echt helemaal niet plakkerig. En hij smeert ook echt heel makkelijk uit. Hij ruikt ook echt lekker. Beetje, ja, ik kan het niet echt beschrijven. Een beetje tiktakachtig of zo. Dat is misschien een beetje een rare omschrijving. Maar niet dat het naar munt ruikt, maar gewoon een beetje zo'n lekkere frisse geur. Ja, ik vind dat hij wel echt heel gepigmenteerd is. Dus ik moet wel echt goed alles indeppen en blenden. Wil ik echt tevreden zijn. Maar
als het eenmaal zit, dan zit het ook wel goed. Zoals ik al zei, normaal hou ik helemaal niet van deze producten, maar nu ben ik er best wel over te spreken. Dan ga ik verder met de bronzer. Hier hadden ze helaas niet heel veel keuze in. Dit was de enige matte bronzer van 5,50 euro. Vind ik niet heel goedkoop. Ze hadden ook nog een bronzer van 5 euro, maar die was met shimmer erin. En daar hou ik normaal nooit zo van. Ik dacht van ja, die 50 cent extra kan er op zich wel bij. Het is een mineral bronzing powder. En dit is zo een poeder met van die vouwen erin. Wat ik op zich wel een heel erg leuk design vind. Oké, we gaan hem gewoon aanbrengen. Dit is een mooie kleur. Ik vind hem redelijk warm. Zo, hij is echt gepigmenteerd. Je hebt echt weinig nodig. Ik vind hem wel echt wel warm. Mijn voorkeur gaat wel vaak uit naar de wat koelere bronzers. Vooral als het gaat om wat meer contouren en zo. Zo, ik heb echt veel aangebracht. Jeetje, girl. Je hebt echt heel weinig nodig. Heb ik een beetje onderschat. Zeg maar, dit is dus een beetje het ding met warme bronzers. Dat ik echt al heel snel heel oranje ga ogen. Maar qua aanbrengen en qua hoe die eruit ziet en zo, vind ik hem echt top. Fijne bronzer. Alleen dus even onthouden als je hem wil gebruiken dat je echt niet veel nodig hebt. Anders loop je er straks echt als een wortel bij. En dat wil niemand. Dan ga ik verder met de highlighter. En helaas is dit de enige highlighter die ze hebben. Ze hebben wel 4 verschillende kleuren. Maar ze hebben alleen zo'n stick. Dus ze hebben verder geen poeder. En mijn voorkeur gaat echt zwaar uit naar poeders. Ik hou normaal echt niet van dit soort sticks. En sowieso denk ik echt van highlighters zijn zo een hype op dit moment. Jullie hebben zoveel keuze in mascara's en oogschaduws. Waarom is er maar alleen een highlighter stick? Waarom niet ook nog gewoon een poeder? Misschien zijn ze er al mee bezig. I don't know. Maar ik vond dat wel echt jammer. Vooral omdat ik echt een highlighter freak ben. Misschien hebben ze het wel. I don't know. Maar in mijn hema hadden ze het niet. En daar hebben ze echt best wel veel make-up. Maar goed, we moeten het nu gewoon eventjes met een stick doen. Het is wel echt een hele mooie kleur. Ik had hem namelijk al geswatcht. Dit is hoe hij eruit ziet. Het is ook echt een grote stick. Ik weet niet hoeveel product je krijgt. Nou, ik vind dat best wel veel. Gezien je op zich niet heel erg veel nodig hebt. Hoop ik om echt een goede highlighter te krijgen. Ik ben benieuwd. Ik ben altijd het meest excited over de highlighter. Oké. Kom op, geef me de glow. Ik ben nog niet heel enthousiast om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat ik niet heel enthousiast hierover ben. De highlighter is er. Je ziet wel iets van een glow. Maar het is gewoon nog niet echt die, weet je wel, die glow die ik wil. Misschien als we dit nou gewoon in poedervorm hebben, dat ik er meer over te spreken ben. Maar nu qua pigmentatie en zo, I don't hate it. Het is mooi, vooral als je van subtiele highlighter houdt. Maar ik ben van de BAM highlighter en dat doet dit helaas niet voor mij. Oké, en als allerlaatste natuurlijk de lippen. En daarvoor ga ik dus weer de Lip & Cheek gebruiken. Ik was er in ieder geval tevreden mee voor als blush. Dus ik ben benieuwd hoe die is op mijn lippen. Hij is in ieder geval lekker creamy en ik vind de kleur ook heel mooi. Dus ik denk dat er niet veel fout kan gaan. Maar you never know. Oh, hij is echt heel creamy. Love it. Het voelt gewoon bijna als een soort lippenbalsem. Ja, eigenlijk ook gewoon redelijk enthousiast over. En dit is uiteindelijk de gehele look. Over het algemeen was ik eigenlijk best wel heel erg te spreken over alle producten. Eigenlijk werkte alles wel fijn. Het enige waar ik iets minder over te spreken was de foundation qua kleur en qua dekking. Maar op zich in combinatie met dit allemaal vind ik het best wel een mooie foundation. Alleen ja, qua dekking en zo is hij gewoon niet zo heel erg bijzonder. En verder natuurlijk de highlighter die voor mij gewoon net even iets meer gepigmenteerd mocht zijn. Verder qua prijs en wat je ervoor krijgt vind ik het eigenlijk een mooie verhouding. Het zijn echt wel goede producten, ze hebben echt wel kwaliteit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En dat je natuurlijk er wat aan had. Dat ik je een beetje een goede review heb kunnen geven. Laat dus gewoon hier nog even beneden achter welk merk ik de volgende keer moet testen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei!